Want zeiden jullie net nog in de show, oeh, nu denk ik, oeh. Deze kapster is 26 jaar oud en woont in Groningen. In haar vrije tijd vindt ze het namelijk heel leuk om te dansen en dan vooral op hip-hop. Ze is de trotse eigenares van haar eigen kapsalon en we ontvangen haar met een groot applaus. Hier is Ellen, naakt geboren. Pas op, hè. Hallo Ellen. Hi. Hi. Ellen naakt geboren. Oh, wat kunnen we daar even een grap over maken? Ja. Heb je er al veel last van gehad, van de achternaam? Nou, het valt op zich wel mee, hoor. Vroeger. Vroeger wel. Toen je heel klein was. Toen ik heel klein was. Ja? Ja. Ellen naakt geboren. Wat is je specialiteit? Heer- of dameskapper? Ja, eigenlijk allebei wel. Veel met tondeuzen. Ook vrouwen met tondeuzen, met lang haar. Vrouwen met tondeuzen, met lang haar? Dat moet je me even uitleggen. Gewoon haar rechtkammen en de onderkant doe ik met de tondeuzenkaars wegmaken. Hoe zijn mijn bakkenbaarden? Zijn ze gelijk? Kan ik een beetje rechter maken. Zijn ze niet gelijk? Jawel. Oh, maar zet hem er maar in. Goed. Is goed, hè? Ja, oké. We hebben een hele aparte weddenschap. Ik denk dat wij van alle tweede seizoenen die we nu gemaakt hebben... hebben veel voorbij zien komen van schapen, van duiven. Nou, we hebben alles gezien. En dan komt er een hele leuke meid, die meldt zich aan. We doen hup het boek open. Hallo, ik ben dit. Ik ben nageboren. En ik wed dat ik binnen 4 minuten 5 mensen kan kaalscheren met mijn tondeuzen. Maar we hebben één probleem. Toen wij dat ook zagen, die weddenschap, dachten wij gelijk één ding. Ja, zij komt met die tondeuzen. Maar wij zitten dan waarschijnlijk met 5 lege stoelen. Want ga maar eens gewoon in het publiek vragen of mensen vandaag even geschoren willen worden. Even kaal geschoren willen worden. Zijn er nu al mensen die zeggen, ik ga wel in die stoel zitten, ik kan mij het schelen, mijn moment of veen, ik ga gewoon lekker op de... Ja, je bent toch kaal? Nee, je moet wel haar hebben. Zijn er mensen die zich spontaan aanmelden hier in de stoel? U, wil u gewoon? Kan dat niet, meneer, met die heeft wel een beetje haar. Ja. Komt u maar hoor, meneer. U mag. Ja hoor, de eerste. We hebben de eerste. Ga jij vast klaar. Hallo, wie bent u? Ik ben Hans Heiding. Hoi Hans. Ga lekker zitten, Hans. Ja, ik hoop dat ik straks nog thuis binnen mag komen, maar... Of je thuis nog binnen mag komen. Die kans is klein, maar misschien kan je blijven slapen bij Ellen. Zijn er nog meer mensen? Jij ook. 50 euro. Dat is niks. 100 euro? Waar? 100 euro? Wil jij voor 100 euro? Ja! Ja! De tweede! Ga zitten. Even kijken, de tweede. Maar zijn we hebben nog meer? De derde, misschien de derde. Hoi. Jij ook? Kan hij ook met zijn haar, toch? Kom maar zitten. En je bent al heel kort, maar echt kaal, hè? Vind je het niet erg? Oh, wat een leuk programma dat iedereen het ook maar doet. Is er nog iemand echt lang haar? Echt heel lang haar. Waar? Nee, het is wel kort. Jij er bovenin? Nee? Jij met die grote boskrullen? Kan dat? Is dat te lang? Nee, dat kan. Dat kan. Kom maar op. 200 euro. Oh, zo bos. Zo bos. Oh, jongens. Ik heb nog 1 kandidaat nodig. Wie wil? Zo kort. Wie wil? Wie? Wow. Kijk daar. Kan dat? Ja. Ja. Nog even de hele haar. Woehoe. Help. En jij? Hoe heet je? Ja. Julian, dat mag er allemaal af. Ja, dat mag er af. Top. En die van jou? Ik ben Juri. Juri, laten we dit zitten. Gaat dit eraf? Nee, dat laten we zitten. Oké, helemaal goed. En wie ben jij dan? Ansumana. Hey, heb je dit gezien? Hoe lang heb je erop gespaard? Ja, 1,5 jaar, maar... Het is exit na vandaag. voor de mensen die nu inschaken, denk wat is er gebeurd? Wat zijn ze los aan het gaan bij SBS6? Dat klopt. Want Ellen wet dat zij 5 mensen kan kaalscheren binnen 4 minuten. En dan denkt u misschien... Ja, maar is dat nou... Ja, dat is lastig, want het moet natuurlijk wel goed. De afwerking hoeft natuurlijk niet helemaal tip-top te doen. Dat doen we dan lekker achter de schermen. Want ze gaan echt niet voor paal straks de tent uit. Maar het moet echt kaal, gewoon hoppakee eraf. Als dat er is, zover is, dan heeft ze dus ook een persoonlijk record. Sterker nog, dan heeft ze een wereldrecord te pakken. Dus, Ellen. Wat ben je aan het doen, Ellen? Ben je al begonnen? Nee, toch? Nee hoor, een beetje uitkomen. Je bent aan het voorwerpen werken. Dit wordt een lastige klus, of niet? Ja, die kan ik niet uitkomen. Nee, hoef je niet uit te komen. Hoef je ook niet uit te komen. Het is gewoon, huppakee, dat ding eroverheen. Zijn we er klaar voor? Wat voor muziek heb je nodig, Ellen? Moet je een beetje opgepept worden? Ja, ik heb goed muziekje meegenomen. Heb je er zelf meegenomen? Ja. Ja, waar hou je van?
Kraantje Papi heb ik meegenomen. Wat heb je genomen? Kraantje Papi. Wat is dat? Is ook een jongen uit Groningen die rapt. Oh, je wil even reclame maken voor die jongen. Voor die jongen. Als het slecht is, dan ga ik ook in een stoel zitten en draai ik om. Ja. Dat is leuk, leuk. Oké, hartstikke goed. Nou, als jij er klaar voor bent, dan gaat... Ik ga hier staan, ik moet het allemaal goed zien. Zo. Als je er klaar voor bent, Ellen, dan gaat je weddenschap nu in. Succes! Ram hem erover nemen. Hoppakee. Tempo, hè? Yeah. Ik weet nog dat je zei, het is leuk dat je rapt, maar hou het voor de bij. Doe het voor de gein, want er zijn de 100 zoals jij. Dus het lijkt me zo is het ook tijd. Leuk. Denk zoals aan je toekomst, zit. Denk aan jezelf, denk aan je voedsel je en denk aan je geld. Denk aan je kids die nog komen gaan. Denk daar nou eens over na. Maar ik ben het type, type nou, dat zie je straks als je thuis komt, zie je het wel. Totdat het hem lukt en ook al wil het niet, niet zoals goed ik dat. Ik zou je wenkbrauwen ook doen als ik jou was. Maak ik me niet druk, want ik ben zo zelfverzekerd. Oké, hoe voelen zitten jongens? 3-22, je moet wel tempo maken. Heel goed, eerst gedaan, we hebben volgende. Het moet zo wezen, maar toch zei mama me dit. School is één. En ze doet het zonder blikken of blozen. En het is bijna te leuk. Het is... De eerste minuut is voorbij. Je moet wel tempo. Je krijgt daar een kleine hindernis, hè? Verdien je niks. Waarom zou je stressen voor een vak als dit? Wat nou jongens, op, aanmoedigen die handel. Oh, en A. Leuk. De gelukken gaan in het rond. Jij bent helemaal oké al, hoor. Dat is oké. Okay. En we maken hem zo. Ja, dit is... Ja. Ja. Je moet tempo maken, hoor. Ja. Kom op, tempo maken. Ja, en deze klaar. Ziet er mooi uit. Knap, knappe gozer. Je bent een beetje zo'n model. En leuk om te zien is, dat ook achter de camera's wordt het ook steeds drukker. Dus mensen van andere programma's komen in één keer inrennen. Die liggen echt gevouwen. Dat is ongelooflijk. Maar moet wel tempo maken, schat. Want je hebt nog 2 minuten en je bent er... Je geen probleem, we verlaten je ziet er goed, je hebt goed hoofd voor kaal. Praten gewoon, ik vind het alleen maar leuk als ma ook genoot. Ja, is goed, door. Heel goed, door. Bassie! Oh, dat was ook mooi! Bassie! Oh, geweldig! 1, 2, oh, dat gaat goed! Heb je druk gemaakt? Maar ik hou goed bij stuk vandaan. Fantastisch! Helemaal te gek! Kijk hem kijken! Vind je het nog leuk? Moet je kijken hoe het gaat. Ziet er goed uit. Ik ben al koud, hè, jongens? Je moet wel mooi een beetje doorscheren, schat. Ik ben echt wel op die plek. Help me. Ik weet dat ik vandaag maar keihard dik ben. En ik snap dat ik kwijt word. Maar wat nou was het mama. Je hebt nog een minuut. Kijk, het is ook mooi zo. Dat je het hier laat zitten. Nog 1 minuut. Je moet even flink doorscheren. Oh, wat een respect voor deze mannen sowieso wel. Niet normaal. Blijven lachen. 40 seconden. Wordt hier een record gevestigd, mensen. En wat nou was het leuk, mama. Jullie zien er allemaal stukken beter uit als jullie binnenkwamen. Ik zweer het. Lekker fris. Ja, echt. Ja, toch? Staat jou ook wel goed. Jullie allebei. Even kijken, jongens. 20 zijn we er. Wel mooi. Even nalopen nog. Ja. Even nalopen. Nalopen. Even hier nalopen nog. Deze moet even een beetje nalopen. Dan gaan we. 10. 9. Ja. Leg hem neer. Klaar. Geschoren, ja! Ongelooflijk! De wedden dat ik het kan. Het trofee. En ik moet één ding zeggen.
We hebben een monitor. Jullie hebben jezelf nog niet gezien, maar je moet erbij blijven. Hier hebben we een monitor. Kijk, dat is een monitor. Achter het scherm worden jullie even goed bijgewerkt. Als je nog een plukje ziet zitten. Jij moet wel wat vrolijker kijken hoor. Want je ziet er fantastisch uit. Kijk, dan gaan we even kijken hoe jullie eruit zien. 3, 2, 1. Ja, yeah, wow. Ja, jongen. Volgende, kijk eens even. Here we go. Zie jezelf zitten. Hey! Oude voetballer. Heel goed. Kijk hier. Ja, jongen. Kijk eens. Blijf lachen. Jij bent echt opgeknapt, hoor. Ik vind jou echt zo'n man van de reclame. Heel goed. En kijk hier eens even. Daar zit hij, hoor. Je bent 10 jaar jonger, man. Echt 10 jaar jonger. Hartstikke goed, maar het grootste applaus is natuurlijk voor onze kapsel. Want volgens mij heb je ook een wereldrecord ermee gevestigd. Je bent hartstikke goed. Je deed het ook goed. Succes met je kapsalon. Er zitten allemaal rare dingen hier. Ja, allemaal plukjes. Jij krijgt van ons 1000 euro en er werd het een kamptrofee. Maar ik heb voor de mannen natuurlijk ook allemaal als aandenken voor een verzachtende omstandigheid voor thuis. Allemaal een kleine wedden dat ik het kan. Jullie mogen weer terug. De kapsels mogen af. Hartstikke goed, jongens. Fantastisch. Dankjewel, Ellen.